Ik hoorde het vanochtend. Ja, vanochtend ja. Dan las ik het op Facebook. En toen kwamen in één keer ook mijn berichten binnen. Ik denk, wat is er aan de hand? En ik denk, ja, dat kan niet waar zijn. Dat is verschrikkelijk. En dus ja, het was echt zo. Ja. In één keer zat ik zet de tv aan en daar was het ook al op. Dus ja, ik kon er niet meer omheen. Ja, je schrik kapot. Want je gaat allemaal zitten lezen en al die berichten. Ja, dat kan gewoon niet anders. Het staat er gewoon een zwarte pit. En dan komt het wel even binnen, ja. En dan denk je, wat is er in godsnaam gebeurd? Ja, de tonpraterij is geschokt, echt. Ja. Want we zoeken ook steun bij elkaar en we hebben ook zo'n soort groepsapp. De berichten zijn heel erg, iedereen is gewoon bedroefd, verdrietig. Het is een gewelddadige dood ook, hè? Er is iets afgespeeld waarvan jullie ook niet precies weten wat het is natuurlijk. Nee. Zo goed kennen we hem anders weer net niet. Hè. Hij heeft natuurlijk ook een privéleven en we weten niet wat er gebeurt. Dus we komen hem tegen in de kleedkamer en we zien hem in de ton. En dat is het eigenlijk wel. Dus zo, ja, op die manier kennen we elkaar. Wat heeft hij betekend voor Tom praten? Nou, heel veel. Want hij denkt toch wel aan de wieg heeft staan met verschillende Brabanders in die periode. Net als Jan Strik en Kees Verhulst. Frans Brugmans en Frank Schreier waren denk ik in die periode wel de bekendste Brabantse tonpraters en die zijn ook mee het land ingegaan. En Frank Schreier was ook in Limburg een pionier wat dat betreft voor ons. En dat was ook heel goed, vooral met mannenzittingen, waar menig tonprater nog wel eens moeite mee heeft. Dat was voor hem altijd makkie. Heel gek. En hij was ook altijd aanwezig in de kleedkamer. Markante figuur. Hij stond ook altijd in de kleedkamer. Ik zag hem ook nooit zitten. Hij stond altijd. Hij was altijd met iemand aan het praten. Of als hij iets hoorde, dan reageerde overal op. Ja, dat gaan we echt wel missen, denk ik. Ja. Dus. Wat kun je omschrijven als tonpraten? Wat was zijn ding? Ja, hij had natuurlijk een typetje. En dat noemde hij dan Gratje Boemel. En daar had hij heel veel varianten inmiddels al op. En dan speelde hij een dronken man, maar dat was gewoon geweldig. En dan kon hij ook als geen ander het publiek bespelen. Moppetapper, puur zang, want die had je ook wel een aantal. Ik noem net Jan Strik en Kees Verhulst al, maar dat was Frank Schreier natuurlijk ook. Ook een geweldige moppetapper. Ik kan ook heel veel moppen, net zoveel als Frank Schreier misschien wel, maar je moet ze ook maar kunnen brengen. En dat kon hij ook als geen ander. Ja.